Als in mijn angst en teerspoed die kracht en moed mij wil begeven, als vijanden van vechtlust brand, dan keer uw hand en red mijn leven. Die Heer is goed en wondersterk. Hij zal zijn werk door niks laat keer nie. Laat mij, o Heer, wat mij bewaart, toch nou niet vaar en nimmer meer nie. Psalm 138, ons gaan vooraf al vier verse daarvan saamsing.
Van al wat leven is U die bron. Van alle licht, die eeuwige zon wat afstraalt in ons oor. Dis ons lofsang, nadat ons die Seun van die Here ontvang het, sing ons Psalm 36, al drie die verse. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaakt het. Hij is getrouw tot in eeuwigheid en hij laat nooit die werk van zijn handen vaar nie. Geliefde broeders en zusters, genade voor u en vrede van God ons Vader, van Jezus Christus die Here en van God die Heilige Geest. Amen. Oh,
Die mossie vindt een huis, o Heere. En die swaalkies lê in nesies neer. Ons vindt rus bij die altare. Waar u hier voor onze woning maakt in Christus. En hier waar u ons koning ons bewaak. Gedigte Heere vir die leerskare, almachtige God. Welzalig wie in u paleis u altyd deur mag loof en prys. Welzalig is die mensekind wat al sy sterkte in u mag vind en op mag gaan na Sion's hoogte. By u soek ons sterkte en by u vind ons dit. En daar die krag het ons baie nodig. Want ons lewe in 'n deur mekaar wêreld waar ons haas van dors kan verkwyn. En dan is u Heere self ons fontein waar dorsland smag van sober droogte. Reën sal ons oordek en dit sal ons tot nuwe lewe wek. Ons dankie vir die kragtige werking van die Heilige Gees wat so sterk is dat niks gekeer word nie. U skep nie net lewe nie, u herskep dit ook. U maak nuut. En daarom sal ons van krag tot krag steeds gaan totdat ons voet eendag in Sion in die nuwe Jerusalem staan. Geen een van u uitverkorenes wat nie daar sal verskyn nie. Terwyl ons op pad is soen toe, almagtige God, terwyl ons op hierdie aarde is met al sy gebreke en onsekerhede, smeek ons u. Let, Here der leerskare, let op ons geroep, hoor ons gebed. Laat ons nie in druk verkwyn nie. Party tye is die druk meer as ander. Party mense beleef dit ook erger as ander. Daar's tye van voorspoed en daar's tye van swaar kry. Daar's tye van onsekerheid. Party van ons wag vir toetsuitslae, ander moet geopereer word. Ander worstel met diep donker gevoelens in hulle eie gemoed. Leen ons 'n toegeneë oor, o Jakobse God. Gee ons gehoor, want U is ons skild, ons teëweer. Sien tog op U gesalfdes neer en skenk hulp en heil aan Sion se koning. Om een dag in U huis te wees is meer as 1000 waar ons U moet ontbeer. En dis baie beter om 'n drumpelwagter te wees in U woning as gewend dan ydele vreugde in sondaars tent. Help ons Here dat ons vreugde nie sal soek in hierdie goddelose wêreld wat daar baie blink is, maar ook baie stink is nie. Maar laat ons krag en ons blydskap by U soek. U is ons son en skild, o Here. U sal genade gee en eer, want U word nooit U woord ontrou nie. U het beloof, U sal aan almal wat opreg U dien en wandel in U weg, die goeie nimmer meer onthou nie. En hier staan ons en sit ons. Hier bid ons tot U. Welsalig Here wie op U bou en aan U geheel om toe vertrou. By U soek ons alles. Wil U alles vir ons gee wat ons nodig het vir hierdie lewe en die toekomstige. Om Christus wil. Amen. Welsalig hy wat op die spoor nie gaan waar sondaars lok of op hulle pad nie staan waar neersit waar die spotglans in die oog is, waar spotters vrolik spot met al wat hoog is, maar wat God se wet in stille mymering en voortdurende rustige gedagtes by dag en nag weer in gedagtenis bring. Ons gaan Psalm 1 sing rondom die bediening van die woord, vooraf die eerste 3 verse en direk daardie woordbediening vers 4.
Vanavond, gemeente, bedien ik aan u die woord van die Heere, soos wat is het belei in die katechismus. Sondag 33, die laatste vraag en antwoord, wat is goede werken? In een verband met die vraag gaan ons eerst luisteren naar die heilige woord van God. Twee gedeeltes, Romeine 14 en ook enkele verse uit 1 Korintiërs 10. In Romeine 14 lees ons vanaf vers 13. Laat ons dan mekaar niet meer oordeel nie, maar besluit dit liever, om niet die broeder een hindernis of een struikelblok in die weg te leen. Ik weet en is oortuig in die Heere Jezus, dat niks op zichzelf onrein is nie. Maar hij wat reken dat iets onrein is, voor hom is dit onrein. Maar als jouw broeder door voedsel gegrief wordt, dan wandel jij niet meer volgens die liefde nie. Moe nie door jouw voedsel hom te gronde rig voor wie Christus gesterf het nie. Laat dan van die goeie wat aan jullie behoort niet kwaad gesprek word nie. Want die koninkrijk van God is niet spijs en drank nie, maar gerechtigheid in vrede, in blijdschap in die Heilige Geest. Want hij wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en bij die mensen geacht. Laat ons dan najaag wat tot vrede in onderlinge stichting dien. Moe niet terwille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles is wel rein, maar het is verkeerd voor een mens om te eet als dit tot aanstoot is. Het is goed om geen vlees te eet of wijn te drinken of iets te doen waardoor je broeder aanstoot neem of struikel of waarin hij zwak is nie. Het jij geloof? Behoud het voor jezelf, voor je aangezicht van God. Gelukkig is hij wat onszelf niet oordeel en wat hij vergeoorloof ag nie. Maar hij wat twijfel als hij eet, is veroordeel, omdat het niet uit die geloof is nie. In alles wat niet uit die geloof is nie, is zonde. We gaan ons verder lezen in Paulus' eerste brief van de Korintiërs, hoofdstuk 10, vers 23. Alles is mij geoorloof, maar niet alles is nuttig nie. Alles is mij geoorloof, maar niet alles stig nie. Laat niemand zijn eigen voordeel soek nie, maar elk een die voordeel van een ander. Eet alles wat in die slaghuis verkoop wordt, zonder om navraag te doen, terwille van die gewete. Want die aarde behoort aan die Heere en die volheid daarvan. En als een van die ongelovigen jullie nooi, en jullie is gewillig om te gaan, eet dan alles wat jullie voorgezet wordt, zonder om navraag te doen, terwille van die gewete. Maar als iemand aan jullie sê, dit is een afgodsoffer. Moet u dan niet eet nie. Terwille van hom wat het te kennen gegeet en terwille van die gewete,
want die aarde behoort aan die Heere en die volheid daarvan. Ik bedoel die gewete, niet van jezelf niet, maar van die ander. Want waarom wordt mijn vrijheid geoordeeld door een anderse gewete? En als ik iets met dankzegging geniet, waarom word ik belast door iets waarvoor ik dank? Of jullie dan eet, of drink, of enig iets doen, doen alles tot verheerlijking van God. Wees geen oorzaak van struikeling voor Joden of Grieken of voor de gemeente van God niet. Net zoals ik allemaal in alles behaag en niet mijn eigen voordeel zoek niet, maar die van baie, zodat hulle gereed kan worden. Wees mijn navolgers, zoals ik dit ook van Christus is. Zo lui die krachtige woord van de Heere. Ons beleidde stel die vraag 91, wat is goede werken? Slechts die wat uit een ware geloof, volgens die wet van God, tot sy eer gedoen wordt. En niet die wat op ons goeddunken of op oorgeleverde gebruiken van mensen gegrond is die. Een rijk jongman het bij geleentheid vir die Heere Jesus gevra, Heere, wat moet ik doen dat ik die goede leven kan hebben? Toen Jezus hem geantwoord, Matthäus 19, vers 16 en 17, waarom noem je mij goed? Niemand is goed nie. Net een is goed en dat is God. Hij het ook vir die man gesê, maar als jij in die leven wil ingaan, in die eeuwige leven, onderhoud die geboeien. Gemeente, die vraag van die jongman is in een sekere sin ook die vraag waarover het vanavond gaan. Niet dat het in zondag 33 van de catechismus hoegenaamd gaan oor goede werken wat ons moet doen om een dag die eeuwige leven te heen. Ons het in die verlede al baie duidelijk gehoor, in zondag 33 gaat het oor bekering. En het gaan oor een leven uit bekering. Het gaan oor genade. Bekering rus op die verlossing van Christus. En Christus' verlossingswerk is so krachtig, so volkomen, dat ons met ons goede werken nie nog iets hoeft bij te zetten om die eeuwige leven te krijgen. Ware bekering en goede werken het niks te doen met die eeuwige leven wat ons nog kwansuis moet verdienen. Toch moet ons goede werken doen. En ook voor ons is die vraag belangrijk. Wat is goed? Wat is niet goed nie? Wanneer is een werk een goede werk? En wanneer is het niet een goede werk nie? Waarvoor moet ons hard werk? Waarvoor niet? Waarvoor moet ons wonder? En waarvoor niet? Zo gaan ons vanavond luisteren naar die evangelie van Christus oor ons goede werken uit dankbaarheid vir sy verlossing. Ons goede werken uit dankbaarheid vir Christus' verlossing. En op die basis van die twee skrifdele, Romeine 14 en 1 Korintiërs 10, gaan ons bij drie zaken stilstaan. Die bron van die goede werken, waar begint het? Die doel van die goede werken, waarop is het afgestemd? En die norm, hoe meet hem is dat? Die bron, geloof in God. Die doel, die eer van God. En die norm, die wet van God. Hier in Romeine 14, broeders en zusters, hoor ons van een belangrijke zaak. Het gaat over die geloof van lidmate in die gemeente van Rome. En het blijkt dat sommige van daar die lidmate in Rome net groente eet. Hulle is vegetariërs. En hulle maak een onderscheid tussen in verschillende soorten daar. Partij daar is voor hulle vast daar, dan eet hulle niks nie. Ander daar is gewone daar, dan kan hulle eet. Nou daar die eet van groente en die eerbiediging van sekere vasdae is nie maar van die sommer so lichtelike saak nie. Hulle doen dit uit die geloof. Hulle is vast daarvan oortuig dat het verkeerd is om alles te eet. En hulle is vast daarvan oortuig dat jy baie verkeerd doet als jy nie speciale vasdae onderhou nie. Paulus praat oor hierdie mense se geloof. Hij kwalificeert het. Hij noemt het
'n swak geloof. Dit beteken, hierdie mense moet nog baie groei. Hulle haak nog vas by sekere ou seremonies van die Ou Testament. Hulle sien nog nie hoe Christus die hele testament vervul het en vir ons 'n nuwe testament gegee het nie. Hulle mis nog eintlik die rykdom van die vervulde Ou Testament. Daar is ook ander lidmate in die gemeente van Rome. Hulle deel nie hierdie vaste oortuiging van die wat swakker die geloof is nie. Vir hulle is het reg om alles te eet. Hulle maak nie 'n onderskeid tussen 'n vasdag en 'n ander dag van die week nie. Alle voedsel kom in die hand van die Here, so sê hulle. Elke dag is 'n dag wat die Here vir jou gee. Daar is nie 'n dag wat jy moet afsonder om te sê, maar nou eet ek sekere dinge en ek eet nie ander dinge nie. Hierdie gelowige mense in die gemeente leef voluit vanuit die verlossing in Christus. Paulus praat ook oor hulle geloof. Hy noem hulle die sterkes in die geloof. Twee groepe mense. Swakkes in die geloof, sterkes in die geloof. Dis 'n gegewe in die gemeente van Rome. Trouwens, broeders en susters, dis 'n gegewe in enige gemeente van Christus op enige plek, op enige tyd. En al te maklik word dit deur die duivel uitgebuit. In Rome het dit gebeur. Swakkes in die geloof is baie krities teenoor die sogenaamde sterkes in die geloof. Hulle vind dit onaanvaarbaar dat daar medegelowiges is wat nie die vasdae eerbiedig nie en wat sommer so alles eet. Dis vir 'n saak van erns. Dis 'n geloofsaak. Dis 'n gewetensaak. Dit gaan oor 'n beginsel vir hulle. In hulle oë behoort almal in die gemeente ewe sterk te voel oor eetgewoontes en oor vasdae. Aan die ander kant, die sterkes in die geloof, staan weer baie krities teenoor die swakkes in die geloof. Hulle vind het weer onaanvaarbaar dat sekere mense so krampachtig vasthou aan sekere gebruike asof dit nie vervul is nie. En hulle het die begrip vir die medegelowiges dat hulle die vryheid in Christus nie ten volle geniet nie. Hoekom belas mens die lewe met soveel reëls en soveel voorskrifte? Mens sien sommer wat gebeur. En die potensiaal vir konflik is volop. Swakkes in die geloof oordeel oor die sterkes. Sterkes in die geloof verag die swakkes. En eintlik is dit nogal hartseer op daardie punt as hulle self swak in die geloof, want as jy iemand anders verag, is jy beslis nie sterk in die geloof nie. En nou moet Paulus met hierdie mense praat. Hy praat hard met hulle. Hy moet die hele gemeente oor hierdie konflik aanspreek. Maar jy, swak in die geloof, waarom oordeel jy oor jou broeder? Of jy, sterk in die geloof, waarom verag jy jou broeder? Vers 14, hoofstuk 14 vers 10. En as Paulus dan klaar vermaan het, dan begin hy onmiddellik met 'n stukkie onderrig. Hy help die mense reg. Hy gee raad. Versterkes in die geloof, ook vir die swakkes in die geloof. En dis waarmee ons skriflesing in Romeine 14 begin het. Laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dit liewer om nie vir 'n broeder 'n hindernis of 'n struikelblok in die weg te lê nie. Gemeente, dis 'n uitnemende stukkie raad. Dit getuig van hemelse wysheid en insig. Paulus praat met elke lidmaat afsonderlik. En hy praat met die hele gemeente tesame. En hy sê, julle almal saam moet 'n besluit neem. Julle moet praat oor 'n saak en julle moet kom by 'n punt wat julle sê, niemand mag dit vir iemand anders moeilik maak in die kerk nie. Julle moet een van hart en een van siel wees. Ook oor hierdie saak. En onmiddellik rys die vraag, maar hoe? Swakkes in die geloof staan in 'n sekere opsig radikaal teenoor die sterkes in die geloof, omgekeerd presies dieselfde. Hoe gaan hierdie gemeente praat en uiteindelik by 'n eenparige besluit kom? Paulus gee die antwoord. Sonder om doekies om te draai,
leer hy die swakkes in die geloof, dat hulle nog baie moet leer. Hulle moet nie swak bly nie. As apostel van Christus weet hy, en hy is oortuig daarvan, niks op hierdie aarde is onrein nie. Alles kan geëet word, sedert Christus se kruis tot op Golgotha. Die middelmuur van scheiding tussen rein en onrein is afgebreek. Dus, swakke broeders en susters, julle moet groei in die geloof. Julle moet die volle omvang van Christus en sy verlossingswerk in jou lewe raak sien, ook wat betref julle eetgewoontes, want die eetgewoonte is deel van jou godsdienst. En moenie die sterkes die geloof veroordeel, omdat hulle wel tot op daardie punt gegroei het nie. So praat Paulus op die swakkes, en in diezelfde asem praat hy met die sterkes in die geloof. Hy sê vir hulle, jou broeder wat swak is, en op grond daarvan reken dat iets onrein is, vir hom is daardie ding regtig onrein. Moenie hom veracht daar oor nie. Maar toon begrip vir hom, moenie terwille van voedsel God se werk afbreek nie. God se werk is groter as die dinge wat jy eet of nie eet nie. Dis so, alles is rein. Maar het is verkeerd om iets te eet as jy weet, jy maak iemand anders ongelukkig daarmee. Dis goed om vleis te eet en wijn te drink. Maar het is beter om geen vleis te eet of wijn te drink of iets te doen als jou broer struikel en val nie. Op so'n gewone manier, klinkklaar en helder, word die sterkes en die swakkes aangespreek. En dan, broeders en susters, als Paulus albei groepe in die gemeente richtinggevend onderrig het, dan kom hy by 'n vraag wat elke lidmaat persoonlik moet antwoord. Het jy geloof? Dis die snylyn, dis die basis. Het jy geloof, jy wat swak is? Het jy geloof, jy wat sterk is? Die vraag klink eintlik nogal eienaardig. Dis immers logies dat al die lidmate geloof het. Hoe kan hulle anders sterk of swak wees in die geloof? Maar toch gemeente, die vraag is nie helemaal so eienaardig nie. Want van hier af druk Paulus deur tot by die kern van hierdie hele saak. Alles wat deur die geloof is nie, is sonde. Daarmee sluit hy af. En ineens word hier die vraag oor, moet ek eet of moet ek nie eet nie? Moet ek 'n vasdag onderhou of moet ek dit nie onderhou nie? Word al hierdie vraag in 'n baie groter geheel gestel. Daar word gesoek na die motief, die rede, hoekom jy 'n sekere ding doen of nie doen nie. Hoekom besluit die een lidmaat om sekere kossoorte te vermy, terwyl 'n ander een, wat net so lief is vir die Here, alles eet? Hoekom beskou partymense die een dag as 'n vasdag, en die ander sê, hierdie sogenaamde vasdag is net soos enige ander dag? Is daar die onderskeid uit bygeloof gebore? Is daar 'n onderskeid omdat dit traditie is, ons het al die jare so gedoen, so dan doen ons dit nog steeds so? Staan 'n mens 'n sekere saak voor, omdat jy maar net so voel, is my belangrik hierdie. Is my 'n saak van gewete. Word jou besluite deur die mening van mense beïnvloed, omdat jy nie wil hê ander mense moet snaaks in jou dink nie? Probeer jy goed doen deur vas te stel wat is die goue middeweg, ons probeer maar al die mense op 'n manier by mekaar hou. Dit word duidelik waarom Paulus hierdie regheid vraag vir elke lidmaat vra, waarmee ons ook eindelijk geconfronteer word vanaand. Het jy geloof? En dan bevraagteken hy nie die geloof van die lidmaat in Rome nie. Inteendeel, hy vestig juist die aandag op 'n lewe vanuit daardie geloof. 'N mens kan streng eetgewoontes handhaaf, omdat het vir jou 'n saak van geloof is. Dit is toch wel 'n swak geloof, dit wil groei, maar nie te min is het geloof. 'N mens kan van alle kosse geniet, omdat het vir jou 'n saak van geloof is, want kos word gesien as 'n gawe uit die hand van God. Maar, dit kan ook anders wees,
Een mens kan ook streng eetgewoontes handhaaf uit ongeloof. Een mens kan die eet van vlees afkeer, omdat jij gloeit dat het dier een menselijke ziel heeft. Dat is baie van die vegetarische probleem. En daartien oor kan jij volop van alle kosse geniet uit ongeloof. Eet wat daar te eten is. Drink en vier feest, morgen sterf ons. Jy leven net eenmaal, so doen het dan goed. Die slotsom van Romeine 14 is die basis van ons belijdenis in Sondag 33. Wanneer is een werk goed? Wanneer doen ons goed en wanneer niet? En dan is die antwoord heel eenvoudig. Geloof in God is die bron waaruit al die werken wat ons doen opborrel. Zonder geloof kan iets niet goed wees nie, of je nou eet of niet eet nie. Zelfs die topprestaties in die wereld is voor die Here soos 'n kleed wat wegwerpelijk is, als het niet gedoen wordt uit die geloof in hom nie. God kyk uiteindelijk naar die hart van die een wat die werk doen. Is daar die hart vol van die verlossing door Jezus Christus? Is daar die hart gerig op dankbaarheid voor die verlossing wat uit genade gegeven wordt? Is daar die hart blij omdat die Here so genadig is? Verlustig daar die hart om in die geleentheid om God gegeven talente vir die Here aan te wend. Hieroor moet ons mooi nadenken, broeders en sisters. Allemaal van ons word hier iets gedryf. Achter elke beweging, elke optreden van jou sit daar een motief. Belangriker nog, daar sit een motiveerder. Of die geest van God motiveer ons, of die geest uit die afgrond. Of jy tree op uit die geloof, of jy tree op uit ongeloof. Daar is nie een middenweg nie. En uit Romeine 14 leer ons, dat alle optrede uit geloof nog alles behalwe perfect is. En daarom moet daar bij ons allemaal nog baie groei kom. Maar zolang die bron maar net geloof is, dan is ons op die rechte koers. Dan kan het dink goed wees. En tegelijk leer die skrif ons uit dierenondervinding dat baie mense helemaal een ander bron van inspiratie het. En daarom gemeente, kom ons onderskei maar die geeste, ook in jou eie leven. Die hele tijd moet jij jezelf die vraag afvragen. Als jij ding so vurig begeer, als jij ding wil doen, wie en wat drijft mij om hierdie ding te doen? Wat besiel mij? En daarmee saam kom die tweede vraag. Wat is die doel? Waarin is ons op pad? En daar het ons gelees in 1 Korintiërs hoofdstuk 10. Eindelijk is 1 Korintiërs 10 en Romeine 14 dezelfde saak op die tafel. Het gaan weer oor die christelijke vrijheid. Diezelfde saak in die vorm van alle vraag. Als jij, christelijk gelovige, een stuk vlees koop op de eet, en iemand sê vir jou, maar hierdie stuk vlees is geofferd voor een afgod. Gaan jy dit eet of gaan jy dit nie eet nie? En dan komt Paulus en hy gee nie 'n enkelvoudige antwoord op die vraag nie. Eerst stel hy die beginsel, soos in Romeine 14. Hy sê, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Dus, alle vlees behoort aan die Here. Al sê die plakkel op die pakkie, dis kosher of halal of wat ook al, dis die Here se vlees. Gelovige kan vrymoedig eet, wel wetende dat die eet van vlees een geskenk van God is. Maar, sê Paulus verder, dink na oor die effect van jou optrede. As 'n ongelovige, wat die vlees in jou verkoop, versterk word, omdat jy daar die specifieke stuk vlees eet, waarvan hy weet, jy weet, dat het vir afgod geoffer is, moenie dit koop nie, en moenie dit eet nie. En as 'n swakke in die geloof, wat saam met jou in die gemeente sit, dier jou optrede tot struikeling kom, moenie dit doen nie. En dan kom hy by die eenvoudige slotsom, of jy dan eet, of drink, of enig iets doen, doen alles tot verheerliging van God. En moet vooral nie een oorzaak van struikeling wees, vir die mense om jou nie.
Vir Jode wat nog tot geloof in Christus moet kom, vir Grieke wat nog heidene is en nog baie moet leer nie, ook nie vir die gemeente van God, wat so makkelijke prooi van klein jakkalsies kan word nie. En weer eens gemeente, die slotsom van 1 Korintiërs 10, staan letterlijk in die belijdenis opgeteken. Wat moet die doel wees van al ons werken? Van alles wat ons denken en beplan en uiteindelijk doen. Wat is die focuspunt van ons elke dagse leven hier op die aarde? En onthou, een focuspunt is iets anders dan een motief. Die motief drijft jou, die focuspunt rig jou. En als die focus, zoals Calvijn zo helder en duidelijk in zijn institutie, hoofdstuk 1 sê, recht in die begin van zijn onderrig, God, die eer van God, die koninkrijk van God wat moet komen, die wil van God wat moet geschied, die Heere self. In die oomblik, als God die focus is, dan zal je ook die belang van die naaste dien. Dit wordt in 1 Korintiërs 10 so helder onderstreep. En wat niet op die eer van God afgestem is nie, wat niet tot stichting van die naaste dien nie, is boos, is sleg. In die oor van die wereld mag het ook baie goed lyk, maar het is niet goed nie. En weer wordt ons tot nadenken gedwongen, broeders en zusters. Ons het baie ideale. Ons moet jonk is, seker meer as wanneer jy ouder wordt. Maar daar wordt baie lugkastele gebouw. Plannen wordt 24 uur per dag uitgewerkt. Aan dinkskrims en bosberade en vindingrijkheid en dat God laas ontbreekt het niet in die mensdom nie. Daar wordt genoeg vergader. Maar wat wel dikwijls ontbreek, is een suiwer visie. Waarin gaan ons? Baie van ons korttermijnbeplanning gaan oor oorleving. Kos, kleren, waar woon ons? Hoe rij ons? Wat gaan ons maken om te oorleef? En het is belangrijk, ons moet daarvoor beplan. God eist verantwoordelijke optreden. Maar dit moet nooit losgemaakt worden van die groot doel nie. Die oomblik as mens dit doen, dan jaag jy naar wind. En vooral ons jong mense, ons moet hieraan vasthouden. Want die mense is so geneig om te sê, ek wil graag studeer, ek wil een goeie werk hê, ek wil een goeie salaris verdien, ek wil een lekker leven hê. As dit die doel is, dan mis je die punt. Dan leven je vir jezelf en niet vir God nie. Werk, eet, slaap, opstaan, nog werk, een gesprek om drie maanden te kom, al die rekeningen te betaal, so nou dan een ruskansie, een wegbreek na week, vir wat? Met die oog waarop? Om wat te sê op die einde van jou leven? Sondag 33, lei ons gedagtes na een rijk en een vol leven voor God. Goeie werken word tot sy eer en tot opbouw van die naaste gedoen. Goeie werken word een genieting. Ook al is die levensomstandighede nie altyd rooskleurig nie. Maar juist die heel beste werken word dikwijls gebore in die meest moeilijke omstandighede. Die doel is groot. Niks mag ons van ons doel wegvat nie. Ons bemoedig mekaar, ons spoor mekaar aan, ons hou die doel voor oë. En dan sal ons begryp dat ons een levenslange roeping het, gemeente, wat ons baie dankbaar maak, maar wat jou ook baie doelgerig maak. En nou, kortliks, ten slotte, wat is die norm voor ons goede werken? Een norm, dis een lineaal waarmee je meet. Dis een maatstaf. En ons het die lineaal baie nodig. Want in Rome en in Korinthe was daar lidmate wat onduidelijkheid gehad het oor wat goed en nie goed was nie. Het is duidelijk dat jouw spontane aanvoeling oor sake, hoe sterk daar die aanvoeling ook al mag wees, nie een baie betrouwbare norm is nie. Want vandag voel jy so, morgen voel jy anders. Jy verander aan jou eie lineaalkie. Wie weet het beter as die Heilige God en Vader in die hemel? In sy wysheid gee hy vir ons sy wet. Sy wet is die betrouwbare, onveranderlijke lineaal waarmee ons alles in die leven meet. Dit wat ons denk, dit wat ons doen, ons gebruiken,
Ook hier in die kerk, wat ons hier doen, ons meet dit alles met die lineaal van die wet. En met daar die wet gaan ons, als die Heere vir ons die leven gee, die volgende weke indringend bezig wees. Trouwens, daar die wet wordt gebod vir gebod nou bespreek tijdens ons huisbezoeken. Ons gaan elke gebod beluister. Ons gaan die leven toets. Ons gaan ons leven daar volgens rig. Oor die wet van God kry ons nooit klaar gedink nie, nooit klaar gepraat nie, ook nooit klaar gesing nie. Ons sal hopelijk nog baie keer Psalm 1 en Psalm 119 sing oor die wet van die Heere. En ons moet nooit klaar kom nie, broeders en sisters. Ons moet dit dag en nacht oordink en ons daarin verlustig. Want as jou lineaal reg is, dan doen jy goed. Liefhebbers van die wet is liefhebbers van die wetgever. En dis toch waarom ons geken wil wees, nie waar nie? Dat ons die wetgever God lief het. En liefde vir God is om sy gebooie te bewaar. Amen. Ons het die lief, Heere, en ons het die wet lief. Nie het ons self nie, dis een liefde wat u in ons aansteek. U het ons eerste lief gehad. Dankie dat ons in wederliefde vir u mag leven. En so bid ons dat ons in liefde goed sal doen, teenoor u en ook heel beslist teenoor mekaar. Ons ken ons eie swakhede. Ons ken ook die swakhede van ons naaste. En die wat heel naaste ons is, ons eie mans en vrouwens, ons kinders, ons ouers, diese swakhede ken ons die heel beste. Gee ons geduld. Gee ons die blydskap om goed te bly doen, ook in moeilike omstandighede. En help ons om te groei, sodat daar waar ons swak in die geloof is, ons nie swak sal bly nie, maar dat ons sterk mag word. En laat ons dan ook werkelijk sterk wees, in alle opsigte, en niemand veracht nie, want dis nie sterk nie. Wil u ons lei en bewaar, die week lê voor, vanuit die rus van hierdie dag, mag ons die werk morgen gaan doen, vervul ons met blydskap en vreugde daarin, versterk ons tot die verheerliking, dit bid ons, om Christus wil, uit genade alleen. Amen. Ons het in die skrif nou soveel gehoor oor die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan.
nadat ons ons offergaves vir die Heere gegee het, ons offergaves wat ook aan die Heere behoort, sing ons Psalm 24, verse 1, 4 en 5, die ganse aarde, land en meer, met al wat leef, is U beheer. U het die waters in hul woede beteel in die skepping stond, en U het die aarde vastgegrond op wye see en watervloede. Psalm 24, na die insameling van die offergaves. Thank you.
verhef u harte tot God en ontvang nou die seën van die Heere der Heere. Die Heere seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangezicht oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangezicht oor u en hy gee vir u vrede. Amen.